Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de limited editie Generation Joy van Catrice uittesten. Deze collectie is online nog steeds te koop. Misschien dat die inmiddels in de winkel al in de uitverkoopbakken liggen. Maar momenteel gaan de collecties even zo hard met het uitkomen dat ik het soms niet helemaal kan bijbenen met het opnemen van de video's. Maar we gaan de Generation Joy collectie uittesten. Ik ga natuurlijk extra informatie geven over de collectie en we gaan de producten samen uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten en of de collectie mij bevalt, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Goed, wat zegt Catrice zelf over deze collectie? Het is tijd voor tijdloze beauty. En klassieke kleuren die worden gedurfd gedragen. En individualiteit is het ultieme doel. Eigenlijk willen ze uitdragen dat je kleur met trots mag dragen. En dat wordt dus makkelijk gemaakt door deze levendige make-up collectie. Die bol staat van vrolijke kleuren. Ze maken een vrolijk statement op de ogen, wangen en lippen. Eigenlijk willen ze er ook wel mee zeggen dat de collectie eigenlijk een beetje leeftijdsloos is en dat iedereen hem zou kunnen dragen. Allereerst hebben ze een oogschaduwpalette en dat is deze. Hij is gemaakt van karton, ziet er wel mooi uit. Hij heeft de naam C01 Show It Off gekregen. En Catrice zegt zelf dat het palette 9 draagbare oogschaduwkleuren heeft, waaronder ook 2 felle tinten. En hij heeft dus zowel matte, glanzende en metallic finishes. Er zit ook een spiegeltje in het palette die afgeplakt is en dan ziet het er zo uit. Ik zal even een paar kleuren opnemen voor de swatch. Ik weet zelf ook nog echt niet wat ik hiermee wil gaan doen, dus dat gaan we zo meteen zien. Dan is dit de pigmentatie. Ik vind het er leuk uitzien en ik ben erg benieuwd. Ik haal gelijk even de swatches weg. Want ik heb nog meer producten om te swatchen. Anders zit ik er helemaal onder en smeer ik alles weg. Dan zijn er ook 2 blush lighter sticks. En dat zijn deze 2. Ze hebben de namen... dit kan ik natuurlijk weer niet lezen. Moeilijk dit. Dit is de... waar staat de naam op? C01 Flush of Joy. Dat is deze. En het ziet er dan zo uit. Oh, hij heeft ook weinig zin in om scherp te stellen, zie ik. Poging 2, zo ziet dat er dan uit. Ik zal hem ook eventjes swatchen en dan zal ik het zo even laten zien. Dus dat is deze kleur. En dit is dan de C02 Make Me Blush. Makes Me Blush. En die ziet er dan net iets donkerder uit. Dus wel heel leuk en uitdagend ook. Zo, ik heb ze even geswatcht. Catrice zegt zelf over deze sticks dat het een duo is met een gemakkelijke applicator, omdat het dus een stick is. Ze zouden een romig opbouwbare formule hebben. En hij is dus verkrijgbaar in 2 kleuren. Ik heb ze hier geswatcht. Deze 2 en deze 2, maar die highlighter van deze valt een beetje weg. Dus hij heeft er een beetje moeilijk mee om het te laten zien. Maar ik ben benieuwd. Dus dat zijn die. Dan hebben ze een Skin Perfector en dat is deze. Deze heeft de naam C01 Embrace Yourself gekregen. En Catrice zegt over de Skin Perfector dat het eigenlijk een primer is die de huid perfectioneert. En hij heeft ook diverse voordelen voor de huid. Hij zou lichtgewicht zijn en egaliseert ook de huid. Er zit SPF 15 in de structuur. Hij zou ook een anti-vervuilings- en antioxidatie effect hebben. Er zit gewoon een klein openingetje. En dan ziet het er zo een klein beetje aan.
willen niet te veel verspillen natuurlijk. Zo eventjes een beetje blenden. Ik vind dat altijd zo zonde, hè, om veel producten verspillen. Hij ziet er dan zo uit. Dus ik ben benieuwd hoe dat op mijn huid eruit ziet. Ik denk wel dat ik daarna gewoon nog even goed foundation en zo ga aanbrengen. Want hij heeft wel een kleurtje. Maar ik denk niet dat het dekkend genoeg gaat zijn. Maar dat gaan we zo zien. Dan zijn er twee gekleurde mascara's. En deze is er in het rood en in het blauw. En ze geven een krachtige en gedurfde kleur aan de wimpers. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Die rode wordt geschreven als palissander kleur. Hebben ze ook namen? Vast wel. C02 Blue. Ja, heel logisch. En C01 Real Rosewood. Ik zal eventjes het applicatortje laten zien. Of het borsteltje. Zo ziet dat eruit. Vrij basic. Dus ik ben benieuwd wat het doet voor mijn wimpers. Ruikt verder gewoon puur naar mascara. Dus dat is die. Dan zijn er ook nog drie lipsticks. Catrice zegt over deze lipsticks dat ze ultra hydraterend en woedend zijn. Ze zouden een glanzende finish hebben en ook zorgen voor voller uitziende lippen. Ze zijn verkrijgbaar in drie kleuren. Zo zien de hulzen eruit. Ik weet niet wat de camera heeft vandaag, maar... Zo. Dit is de C01... True Tangerine. Dat is dus een hele mooie oranje kleur. En wat ik zelf heel tof vind, deze lipsticks, die hebben de hulzen, die zijn magnetisch. Dus kijk, als ik hem zo... Vloep. Ze hebben dus een magnetisch veld. Dat vind ik wel heel tof. Dan heb ik hier de C02 Real Rosewood. Die heeft dus dezelfde naam gekregen als die mascara. Die ziet er zo uit. Ook een leuk kleurtje. Lekker smeuig zijn ze ook. En dan heb ik hier de C03 Bold Berry. En dat is een beetje een rode kleur. Ook wel leuk. Dus ik ben benieuwd. Rood-paarsachtig oogt die trouwens. Zo zien de zwartjes eruit. Ik zal ze even laten zitten, want er zijn ook drie bijpassende lipliners bij. Zodat we ook even kunnen zien of dat echt goed matcht. Over de lipliners zegt Catrice dat het draagbare lipliners zijn. Die dus perfect bij de lipsticks passen. Je kunt je lippen er makkelijk mee omlijnen. Je lippen zouden voller ogen. En omdat er een plumping effect in zit. Het zijn eigenlijk vrij basic hulzen of verpakkingen. Dan heb ik hier de C01 True Tangerine. Nou, hetzelfde natuurlijk als die lipstick. Dit vind ik heel fijn. Ik denk wel dat je ze zelf bij moet slijpen. Want je kunt ze niet omhoog draaien. Maar het is niet echt een potlood. En dat vind ik heel fijn. Dan ga ik ze boven die lipsticks proberen te plaatsen als dat lukt. Dan heb ik hier natuurlijk ook de C02 Real Rosewood. Die ziet er dan zo uit. Ze voelen ook met zwartje al echt fantastisch aan. En dan hebben we hier de Bold Berry variant natuurlijk. Die ik net al liet zien. Ook van de lipstick. Zo. Dan zie je hier de zwartjes van de liplijnen. Je ziet dat die iets voller, feller kleuren dan de lipsticks. Maar ik denk dat ze heel goed matchen. Dit zijn de producten. Ik ga even een haarbandje in doen. En dan gaan we maar eens even wat aanbrengen. Want ik ben heel erg benieuwd geworden. Jullie zijn ingezoomd. Ik heb er even een spiegeltje bij gepakt. En dan gaan we beginnen met die Skin Perfector. Ik moet ook zeggen, mijn huid ziet er momenteel niet al te best uit. Dus ik ben erg nieuwsgierig. Dus ik ga... Hoe krijg ik dat nou weer open? Ik heb er ook even een spiegeltje bij gepakt. Dus dan kan ik gewoon eventjes goed zien waar ik het aanbreng. Mijn huid ziet er momenteel ook heel slecht uit. Dat komt ook een beetje door het weer. Mijn huid droogt een beetje uit.
Het is de afgelopen dagen heel warm geweest. Het is nu de eerste dag dat het weer wat afkoelt, gelukkig. Ben ik wel heel blij mee. Nou, ik vind op zich wel dat hij wat doet voor mijn huid. Ik vind het al gelijk wel iets beter eruit zien als daarvoor. Maar ik vind van de kleur zie je niet heel veel terug. En op zich is het niet heel erg, want dat betekent wel dat hij voor elke huidtint natuurlijk geschikt is. Dat iedere huidskleur hem kan gebruiken. Want als je die kleur heel goed terug zou zien, dan zou het bijvoorbeeld voor mensen met een donkerdere huid niet zo heel handig zijn. Dus ja, ik vind hem wel... Hij ruikt ook heel lekker. Ik vind hem op zich wel fijn, fijn aanvoelen eigenlijk. Ja, het ziet er op zich wel prima uit. Kijk, ja, ik zie echt wel wat verschil. Dus ik vind het resultaat wel mooi. Ik ga nu wel eventjes mijn foundation en zo aanbrengen. En dan kom ik daarna terug om verder te gaan met de producten. Maak ik dat eerst eventjes af en dan kom ik terug om de andere producten uit te proberen. Zo, dat zit er helemaal op. En dan gaan we nu verder met die blush en highlight stick. En ik ga voor de donkere kleur. Ik ben heel benieuwd. Ik draai hem gewoon omhoog en dan breng ik gewoon een klein beetje eerst aan van de blush. Het is wel lastig omdat ze aan twee kanten zitten. Dat doe ik natuurlijk ook aan de andere kant. Zo, doe ik niet te veel, want ja, ik heb nog wel eens de neiging om te veel te doen en dat het er dan echt heel overdreven uitziet. En dat blend ik dan een beetje in. Dat gaat wel heel makkelijk, hij smeert gelijk makkelijk uit, dat scheelt. Kijk, eigenlijk is die al een beetje te heftig voor jullie. Op de camera valt het denk ik nog iets mee. Of komt hij juist op de camera heftiger over? Nou, ik vind hem zo mooi. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat doe ik ook even bij de andere kant. Het scheelt echt dat het heel makkelijk gaat, dat blenden. Want als dat ook nog een drama is, ja, dan is het bijna niet te doen natuurlijk. Ja, ik vind het er wel mooi uitzien. En dan ga ik de andere kant gebruiken voor de highlighter. Ja, ik zie hem zelf wel, maar ik denk dat hij op de camera heel moeilijk oppakt, heb ik zo het vermoeden van. Dat dat niet zo heel erg makkelijk gaat. Maar het springt er niet echt uit. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Ik ga er toch even licht inblenden. Als ik er zo naar kijk, denk ik, ik zie het niet zo heel goed terug, maar ik moet eventjes goed in het licht kijken straks. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar voor mij springt het er niet zo uit als wat ik graag zie. Maar goed, ja, dat hoort er soms bij, dus ik moet maar eventjes kijken. Ik zal jullie even wat meer inzoomen en dan gaan we verder met de ogen. De ooglook. Ja, ik ga eens even kijken waar ik zin in heb hoor. Ja. Ik denk dat ik in de arcadeboog ga beginnen met de paarse kleur. Deze. Het is altijd weer lastig om een kleurtje uit te kiezen van waar heb je zin in. Hij neemt wel heel goed op. Zo. Oh, die zie je wel mooi. Dat is leuk. Ja, er is niks mis mee. Dat zie je mooi terugkomen. Dan ga ik daar voor de diepte een beetje in met deze kleur. Die ga ik eroverheen aanbrengen. Of we het goed gaan zien, dat is een beetje de vraag. Maar dat zullen we zo meteen wel zien. Hij neemt ook weer goed op. Hij ligt het net wat op. Het is niet dat hij heel erg overheerst. Misschien had ik beter eerst die kleur kunnen gebruiken. Maar uiteindelijk als je er een paar keer overheen gaat, zie je hem wel. Dus dat is wel gezellig, vind ik zelf.
Zo. Ja, ik vind hem leuk. Dan ga ik dat eventjes blenden. Het heeft niet heel veel nodig, omdat het al niet heel donker is natuurlijk. Dus het is wat vrij lichter. Dus ik blend hem gewoon wat lichtjes, zodat je hem wel ziet, maar dat het niet helemaal de kleur eruit is. Dan ga ik in de buitenste ooghoek met deze donkere kleur aan de gang. En die stempel ik een beetje. Ik zie wel dat deze de oogschaduw heeft niet echt fallout. En dat vind ik wel fijn. Want ik heb wel eens paletten gehad die hebben dan zo grote fallout. Dat je eigenlijk er helemaal onder zit. Dat heeft deze gelukkig niet. Ja, het ziet er mooi uit. Dat gaan we natuurlijk ook weer even blenden. Oh ja, nu heeft hij toch wel wat fallout gekregen. Ik was iets te voorbarig. Maar ja, het kan soms gebeuren. Ik dacht het eerst niet goed te kunnen zien. Maar blijkbaar heeft hij er toch wel wat last van. Ga ik op bewegend ooglid dit gouden kleurtje aanbrengen. Die hier zit. Ah, die valt iets tegen. Die bouwt niet zo mooi op als dat ik had gehoopt. Maar ja, dat kun je ook zo hebben. Ik had gehoopt dat hij iets meer aanwezig zou zijn. Maar dan heeft hij gewoon iets meer laagjes nodig. Ja, dat heb je soms. Oké, en dan ga ik om te highlighten dit middelste kleurtje gebruiken. Dus dat doe ik dan eventjes in de binnenkant van mijn ooghoeken en op onder mijn wenkbrauwbot. Is ook iets zachter dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Hij kan er wel mee door hoor, maar ik had verwacht dat hij iets intenser zou zijn. Nou, dan is dit de look geworden. Ik vind hem uiteindelijk toch wel leuk geworden. Ik zal even die fallout een beetje wegwerken. En even een eyeliner en een oogpotloodje aanbrengen. En dan kunnen we de mascara aanbrengen. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké, dat is klaar. Ik ga voor de blauwe mascara. En ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Heel lang geleden dat ik nog eens blauwe mascara heb gebruikt. Vroeger deed ik het nog wel eens, maar... Ik heb niet het idee dat er echt wat opkomt, als ik heel eerlijk ben. Dat je hem niet echt ziet. Nee, ik heb echt het idee dat het weinig doet.
Nou, het lijkt wel of er niks afkomt, joh. Ik zie echt niks gebeuren. Zo. Nou, beter dan dit wordt het niet, maar... Ik heb echt niet het idee dat er heel veel is gebeurd. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ga zo eventjes goed in de spiegel kijken met de bril, want ik zie hier echt heel weinig van terug. Misschien dat ik het dan beter zie, maar ik heb voor mijn gevoel gebeurt er echt heel weinig nu. Oké, dan gaan we de lippen afmaken en ik ga voor de Bold Berry kleur, dus dat is die donkerdere. Ga ik eerst de lipliner doen. Je zou er ook voor kunnen kiezen om je lippen hiermee in te kleuren, maar ik doe ze alleen omlijnen. Hij gaat heel smooth over mijn lippen heen. Dat is echt heel fijn. Want ik heb ook wel eens van die liplines, daar moet je zo hard op drukken. Dus dat is heel fijn. Dan gaan we hem inkleuren met de lipstick. Ja, match mooi. Ja, ziet er leuk uit. Ik vind het er mooi uitzien. Ik zal eventjes alles afmaken, mijn haren zo. Dan kom ik bij jullie terug om even de collectie na te bespreken. Oké, mijn eindconclusie van de collectie. De Skin Perfector, die vind ik echt wel heel mooi. Ik heb het idee dat mijn gezicht er inderdaad gladder uit lijkt te zien. En ja, dat het er gewoon iets mooier uitziet. Daarom denk ik ook wel dat hij heel geschikt is voor mensen die liever geen foundation dragen. Maar je hebt wel een hele gladde huid. Ik vind het wel fijn om een foundation eroverheen aan te brengen. Maar het is niet per se nodig. Ik vind echt dat hij zijn werk doet. De blush stick. Ik lijk ook even die andere erbij pakken. Of die blush en highlight stick moet ik zeggen. Het blendt makkelijk in. De blush die blendt heel makkelijk in. Ik had eerst het idee dat het heel erg overheerste. Maar als ik er nu naar kijk denk ik nee, het is best wel natuurlijk. De highlighter zie ik uiteindelijk ook wel heel mooi terugkomen als ik in de spiegel kijk. Dus dat vind ik echt wel top. Het blendt mooi in. Ja, het doet echt wel wat hij moet doen. Oogschaduwpaletten vind ik ook wel leuk. Ik zie uiteindelijk de kleur op mijn bewegende ooglid ook wel beter. Maar die heeft even wat opbouw nodig. Dus niet alle kleuren zijn meteen even fel. Maar over het algemeen ja, doen ze wel wat ze moeten doen. Dus ja, ik vind het voor nu wel een leuk palet. Ik denk dat ik er ook nog wel een keer een andere look mee ga maken. Maar dat komt later wel een keer. Ik vind het in ieder geval wel een mooie ooglook geworden. Ja, die mascara... viel eigenlijk vies tegen. Als ik naar mezelf in de spiegel kijk, zie ik gewoon niet dat het blauw weer afspringt. Ik heb meer het idee dat het zwart lijkt dan blauw. Terwijl het echt wel een fel blauwe is. Ik verwacht dat het met die rode ook zo zou zijn. Dat je die misschien dan ook niet zo goed zou zien. Ik vond het wel leuk om een keertje zo te proberen. Maar ik zie echt geen blauw terug. Nee, als je nu tegen mij zou zeggen, draag je zwart, geloof ik het ook. Ook al heb ik blauw aangebracht. Dus die vond ik geen succes. Die lipstick die vond ik echt fantastisch. Die lipliner die gaat echt heel lekker makkelijk over mijn lippen heen. Doet geen pijn, voelt heel fijn aan. En die lipstick die kleurt er zo mooi bij dat het echt een mooi geheel wordt. Dus ik hou er wel van. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ik ben eigenlijk benieuwd van de look of wat jij vindt van de look die ik heb gemaakt. Zou het een look zijn die jij ook zou kunnen dragen of hou je hier totaal niet van? Dat is heel persoonlijk, is ook helemaal niet erg, maar ik hou van wat fellere looks. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!